Vandaag zijn we de stemmen aan het tellen op kandidaatniveau. We hebben gisteren op de stembureaus alle partijen op lijstniveau gedaan. En dan doen we vandaag de centrale stemopneming, zoals dat formeel heet. En dan gaan we dus tellen op kandidaatniveau. Er zijn een hoop mensen komen stemmen, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar daardoor waren bij sommige bureaus helaas wel hele lange wachttijden. Daar konden we op dat moment weinig aan doen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk op te schakelen of op te schalen. Maar ja, de mensen waren op. We hebben geen extra stemlokalen geopend. We hebben wel op stembureaus extra mensen gestuurd. Die we nog op de reservelijst hadden. En die hebben we gevraagd om of eerder te gaan. Als ze bijvoorbeeld avonddienst hadden. Of als ze alleen zouden tellen s'avonds vanaf 8:45. Die mensen hebben we allemaal gevraagd. Van, wil je alsjeblieft eerder komen? Want het is heel druk. Dan kun je hand- en spandiensten verlenen. Zodat de mensen dus in ieder geval wel gewoon wat korter in de wachtrij hoefden te staan. En dat had effect op de stembureaus gelukkig. Als ik goed van mijn collega heb begrepen, was het gisteravond toen we 89% hadden geteld, zat het rond de 44%. We hebben 14 teltafels. Aan elke teltafel zit een tafelleider en 6 tellers. En dan lopen er nog wat controleurs rond. Die controleren de ingevulde processen verbaal. Dus mensen gaan tellen. Dan wordt de tafelleider vult het proces verbaal in. En vervolgens wordt er door de controleurs gekeken of het inderdaad ook klopt. Want het moet kloppen, anders kunnen we het uiteraard niet invoeren. Als er geteld is, wordt er dus een proces verbaal opgemaakt. Als de controleurs dat hebben nagekeken, dan gaat het inderdaad naar het team dat de invoer doet. En die gaat dan invoeren in het OSV, de ondersteunende softwareverkiezingen. En die doet uiteindelijk aan het eind van de dag, als we alle stembureaus hebben geteld, dus van beide verkiezingen, dan hebben we dus een vaststelling van het aantal stemmen op kandidaatniveau ook. De bedoeling is wel dat we het vandaag afronden, maar ja, als het echt heel laat wordt, zoals gisteravond, dat mensen toch te moe worden om te tellen, dan moeten we morgenochtend verder gaan. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren. Op sommige stemlocaties was het gewoon heel druk en die hebben heel lang moeten tellen. En als je dan toevallig treft dat het dan met veel stembiljetten dan ook een eerste keer niet klopt, dan moet je nog een tweede en een derde keer tellen. Dus de laatste hebben inderdaad tot ruim na 3 uur geteld.